Hij combineert ondernemerschap met een functie in loondienst en ambieert een rol als spreker op de zakelijke podia om te spreken over innovatie, verandering en ondernemerschap. Iets waar hij zelf nogal wat ervaring in heeft, zoals te lezen in zijn boek Langs de Afgrond. Mijn gast Ralf van Dam. Ralf, van harte welkom. Dank je. Je bent, even uitleggen, je bent en ondernemer, maar je bent ook in loondienst, toch? Ja, een leuke combi. Ja, beste van beide werelden. Ja, hoe bevalt dat? Goed, was wel natuurlijk even wennen. Ja. Vanuit zelfstandig ondernemerschap, ja, vanuit de schoolbanken. Maar je had zoiets van, er moet toch even een basisstroom geld naar binnen na al die ellende die ik heb meegemaakt. Dus dan, nee, hoe, nee. Hoe werkt dat dan? Maar nee, hoe kies je daarvoor? Na 20 jaar eigenlijk. Dus na 20 jaar bedrijven gestart te zijn, te laten groeien, te verkopen of op een andere manier ondernemerservaring op te doen, lijkt mij het gewoon wijs om een keertje echt iets anders te doen. Okay. En echt iets anders was in mijn geval bij een corporate organisatie. Ja, joh. En ervaren hoe je daar verschil kan maken. Als ondernemer bij een corporate. Ja, maar ja, je mag dan wel digital change doen. Ja, exact. Dus dan wordt er wel wat van je verwacht. Ja, dan niet dat je braaf meeloopt met de meuten en de spreadsheetjes. Precies, exact. Ja. Laten we beginnen. Ben jij altijd ben je zo'n type die zegt, oh, ik word altijd al ondernemend? Ja. Ja? Ja, van kind af aan was ik al bezig met bedrijfjes op te zetten, al vrij jong. Ja? Begon dan in de alarmsystemen op middelbare scholen zeg maar te verkopen. Alarmsystemen? Ja, kom je daar in die bij? Tijd. Nou, ik was een fanatiek windsurfer. Er lag nogal wat materiaal langs de waterkant wat duur was. En iedereen liet dat liggen en er werd nog wel eens gepikt. Dus ik dacht, van, nou, als we nou eens alarmsystemen bedenken die we erop kunnen klikken, op het moment dat die materialen weggepakt worden, dan... Een soort IoT avant la lettre. Ja, inderdaad. Oh, ja? Dat kan ik je zeggen, ja. Maar dat werkte dat met een mobieltje of iets? Nee, gewoon met... Hij maakte gewoon lawaai. Ja, hij maakte sensor zat erin. Op het moment dat hij opgepikt werd, het boord, dan ging hij af, zeg maar. Oh. Die boordjes lagen natuurlijk allemaal op de daken. Nou, dat was een van de eerste dingen die ik... Die maar noem nog eens wat want je hebt een reeks van ondernemingen gehad. Voordat ik, zeg maar, naar een belangrijk moment wat ik in het boek denk, hè, het energieverhaal en waar daartoe helemaal fout ging. Ja. Maar die periode daarvoor, pak daar eens wat highlights uit als je terugkijkt. Ja. Nou, dit was een mooie tijd of dit was een mooi bedrijf of hier ben ik trots op daarom. Ja. Of... Nou, eigenlijk vanuit mijn studietijd ben ik een internet access provider gaan oprichten. Dat vind ik nog steeds een van de leukste ondernemersavonturen die ik ontwikkeld heb. Want het internet kwam toen op. Iedereen wilde het internet op, maar het was lastig en moeilijk. Ja. En wij bedachten een flop waarmee het web op kon, internet direct. Met het flop het internet op, weet dat ding? Ja, zoiets was internet toch? Direct heet het, ja. Met flop het web op. Ja, met het flop het web op. Ja. Dus je stak je in je computer, die zocht je modem op, belde automatisch uit. Voor de jonge kijkers onder ons, een flop, dat is even googlen wat dat is. Dat is een fysiek iets. Dingetje, ja. Maar met begin van het internet. Ja, maar dat was natuurlijk, het internet opgaan was toen een redelijk complex ding. Ja, ja, klopt. En die flop maakte het simpel. Die bouwde je in je computer en dan ging je het web op. Hoefde je niet te configureren, zocht je modem op, belde je uit. Had je wel een browser al toen? Netscape 1.0 stond erop, op dezelfde flop. Tering, ben je al zo oud? Ja. En dan zet je erop en dan maakte je dan minuten natuurlijk. En dat was een businessmodel. Oh, en jij verdiende aan die tikken? Ja. Dat was per minuut. Dus in plaats dat wij horoscopen en erotieklijnen gebruikten, gebruikten wij die lijnen voor... Gewoon een betaalde telefoonlijn. Ja. En wat kost het dan? 75 gulden per minuut. 75 cent per minuut. Geweldig. Ja. Dat was dus ook een businessmodel wat vrij kort was. Wat? Omdat de consumenten op een gegeven moment leeg liepen. Ja. Nou, die abonnementen kwamen natuurlijk. Dus je had Planet Internet Access for All, Euronet kwam op. Ja, ja. Naar kon zijn. Dus dat, op een gegeven moment werd dat natuurlijk vervangen. Dus dat model. Ja. Maar goed, als student was het natuurlijk wel gaaf. Je bedenkt het, je maakt het, je vermarkt het. Je was nog student toen? Ja. Wat studeerde je? Commerciële economie. Aha. Ja. Okay. En toen kwamen er een paar gasten, ondernemers voorbij die al een automatiseringsbedrijf hadden. En die zeiden van, nou, dat willen wij wel hebben. Dus toen verkocht ik het, vrij snel eigenlijk, 2 jaar. En toen weer een nieuw bedrijf begonnen in de IT, Barito. Dat ken jij ook nog, want we hebben met Explainer tijdperk samengewerkt. Ja, voor de kijker, Explainer is een oud internetbureau waar ik ook nog in de directie zat. Ja, ja. Ja. Dus in die tijd zeg maar een internetbureau gehad, een jaar of 10, dus tot en met 2004 eigenlijk in de IT actief geweest. Aha. En toen mijn aandelen daar verkocht. Maar betekent dat, want ondernemers snapt heel goed in het zeggen in het woordje verkocht. Ja. Maar betekent dat je al de miljoenen op de bank had liggen? Nee. Nee, okay. Nee. In dat laatste geval iets minder dan miljoenen, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar ook dat floppy, dat was ook niet een verkoop. Nou, dat was voor studenten was dat wel heel aardig hoor. 2 ton of zo. Ja. Ja, 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 ja. Dat was een serieus geld. Maar die moest je hoeveel delen? Ja. 3. Oké, maar die heb je toen opgezopen? Of heb je ermee een nieuw bedrijf? Ja, precies. Ingekocht een nieuw bedrijf. Okay. En deel bij me. Hey, en toen was je op een gegeven moment, was ook weer, en toen ik het las, dat was dat energieverhaal. Ja. Kun je even kort uitleggen wat het businessmodel was? Een soort affiliate toch, eigenlijk? Nee, lead generatie eigenlijk. Ja. Dus het begon in de hypothecairemarkt in 2005. Mijn oudste broer Ronald die zat in de hypothecairemarkt. En het was lastig om nog vetten online aan te vragen of te vergelijken. En wij maakten eigenlijk een portaal waarbij het vrij eenvoudig kon doen. In 3 stappen. We brachten de hypotheekmarkt eigenlijk in kaart, dus alle rentetarieven op een rijtje.
En ik kon vrij eenvoudig in 3 stappen eigenlijk een hypotheekofferte aanvragen. En dat was in die tijd nieuw en handig. Ja. En werd er ook en masse gebruik van gemaakt. Ja. Dus we hadden binnen een paar jaar tijd wel 1% van de hypothecaire markt zonder 1 hypotheek te verkopen eigenlijk. Het enige wat wij deden was vraag en aanbod matchen in die markt. Nou, dat trucje deden we in de financiële sector, zou je kunnen zeggen, op het gebied van hypotheken. Ja. En later hebben we dat trucje eigenlijk gehaald in de energiebusiness en daar refereerde je denk ik al net om. Ja, en dan zit je, maar dat is toch een soort affiliate, je bracht gewoon leads aan. Ja. En jij verdiende per lead. Ja, of per afspraak. Dus we hadden, naast dat we de leads genereerden, maakten we ook afspraken voor de financiële sector. Dus een aantal banken, een groot aantal tussenpersonen namen zeg maar, de leads of de afspraken af. Ja. En wij faciliteerden dat eigenlijk. En hoe groot werd dat? Nou, dat is in hoogtijdagen een mannetje of 25 geweest. En een paar miljoen euro omzet. Dus 3-4 miljoen euro. Ja. En toen ging het mis? Nou, niet zozeer in de hypothecaire markt. Ja, Lehman Brothers die kwam erin in 2008. Dus zo, in die zin ging het wel mis. Moesten we dus eigenlijk wel pas op de plaats maken. En toen zijn we eigenlijk gaan differentiëren. Toen hebben we hetzelfde model gekopieerd naar de energiemarkt. Ja. Dus hetzelfde verhalen eigenlijk. Offertes kunnen aanvragen. Maar dat ging ook sluiten uiteraard online, via telefonie enzovoort. En herhaalden we eigenlijk voor een deel ons trucje, met name aan de online marketingkant. Want we hadden fixed posities op de grote internetportalen in Nederland. Aha. En dat was eigenlijk het marketingtrucje, zou je kunnen zeggen. En daar adverteerden we met die renteoverzichten. En later dus met die energieoverzichten. Top 5 overzichtjes. Lijstjes. De lijstjes, ja, inderdaad. En dat werkte eigenlijk voor energie net zo goed. In die tijd was ook NL Energie behoorlijk aan het blazen in de traditionele media. Mm-hmm. En wij pakten eigenlijk de online tak van sport. Dus je had keihard advertentiebudget, mediabudget van al die grote jongens. Ja, ja die funden aan de achterkant eigenlijk de marketing, zou je kunnen zeggen. Ja. En wij draaiden het hele apparaat en waren de eigenaar van het brand en van de database. En wat ging niet goed? Om dat even kort samen te vatten wat er niet goed ging. Hoe lang? Ja, nou, lang verhaal kort. Het ging te goed, zou je kunnen zeggen. Ja. Wij hadden een commerciële deal met een grote energiemaatschappij in Nederland. Daar genereerden we eigenlijk leads en business voor, zou je kunnen zeggen. We waren een verkoopkanaal. En dat liep dusdanig goed dat men behoorlijk afhankelijk werd van ons als kanaal zijnde. En men besloot om eigenlijk dat kanaal naar zich toe te trekken. En nou, dat heeft men gedaan, dat zou je kunnen zeggen, zou je op een vriendelijke manier kunnen doen. Door een acquisitie te doen of wat dan ook. Maar men heeft ervoor gekozen om eigenlijk te stoppen met de samenwerking. Want dan een langdurige samenwerking, 3 jaar exclusief. Was onder de bijna 20 miljoen euro mee gemoeid. En, contract? Ja, contractwaarde. Ja, en ik las het in het boek, dat kun je dus beschrijven. Dat was geen aardige meneer, toch? Nou ja, die op een gegeven moment dat meldde. Ligt daar wat voor opdracht hij meekreeg, heeft hij zijn werk goed gedaan. Maar het was geen, nee, de manier hoe hij dat deed en hoe dat ging was... Dat was gewoon een lul. Dat was een eikel. Ja. Ja, die zei gewoon, einde contract, zoek het maar uit. Ja, jullie zaten echt... Wat gebeurt hier? Ja, dit contract bestaat niet meer. Dat zei hij. Dat zei hij letterlijk. En toen dacht ik van, waar heb je het over? Want we hebben echt zo'n contract, meerjarig. Een paar advocatententeams hebben erop gezet om het op te stellen. Maar... Dat heeft ook wel geld gekost. Ja, precies, ook dat. Ja. En het was de waarde van het contract, was het, zei 20 miljoen? Ja, de waarde is vele malen groter. Ja, ja. 20 miljoen was alleen maar de marketing spend, zou je kunnen zeggen, om het hele label te laden. Ja. Maar de achterliggende waarde was natuurlijk vele malen groter. We hadden iets van 800.000 consumenten in de database. We hadden iets van 30.000, 40.000 energiecontracten die natuurlijk meerjarig lopen. Dus je praat over tientallen... Viel jij niet flauw op zo'n moment in zo'n kamer? Nou, eerlijk gezegd, op dat moment hij zei ook van dit contract bestaat niet meer. Of ik haal het op bij de curator. Op het moment dat hij dat zei, dacht ik van waar heb je het over? Ik zat met mijn financieel directeur aan tafel. En we keken elkaar ook aan van waar gaat dit over? Dus wij konden nog niet eens op dat moment helemaal beseffen van hey, wat voor spel wordt hier gespeeld? En nou goed, waar men voor gekozen heeft, is dat men de financiële kranen dichtgedraaid. Eigenlijk een uitrookstrategie gehanteerd heeft, zou je kunnen zeggen. Wat kennis weggekaapt hebben uit het bedrijf, wat oude collega's. En uiteindelijk bij de curator de boedel is gaan ophalen op het moment dat wij natuurlijk omvielen. En dat op een manier dat je, wat je van tevoren niet kan bedenken, je stoutste droom. Nou, daar zijn natuurlijk wel wat lessen uit te leren. Een daarvan is van een klant en een leverancier die ook nog geld ziet er is. Dat is niet echt aan te bevelen. Want daar lag natuurlijk wel een enorme afhankelijkheid. Ja. En ik had meerdere bedrijven, maar die afhankelijkheid was dusdanig groot op dat moment dat gewoon achteraf niet in balans was. Mm. Maar goed, de manier waarop dat is gegaan, dat was spijkerhard. Ja. Ja, en dan kom je ook als ondernemer voor het eerst in aanraking met de wereld van curatoren. Ja, want je ging onderuit, zeg maar. Dus dat betekent ook mensen ontslaan en al dat. Dus zeg maar, het hele riedeltje, of? Ja, dat was... het is David tegen Goliath op zo'n moment. Hè. Het contract wordt onder spanning gezet. Men betaalt niet meer. Je vaste lasten lopen door. Er zaten behoorlijke mediabudgetten aan vast allemaal. Dat liep natuurlijk allemaal door. Nou ja, dat hou je een paar maanden uit. Je gaat dat proberen te managen natuurlijk. En bestuurlijk verantwoord op te lossen. Maar daar was niet tegen te vechten. Dus uiteindelijk moest ik toch het faillissement aanvragen. Heb ik ook gedaan.
Nou, met alle gevolgen van dien. En dan denk je dat het nog redelijk... ik in ieder geval had ervoor overtuigd van... Oké, dan kom je in het faillissementgebeuren terecht. Dan gaan we het afwikkelen. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat. Dan begint het pas, zeg maar. Want? Het spel van curator, in dit geval in mijn geval bestuurder... belanghebbende, crediteur. De grootste crediteur was ook die energiemaatschappij. En de kennis en kunde wordt uit je bedrijf weggekocht. En dan sta je eigenlijk in één keer tegenover je klant, je partner voorheen, je oud-collega's, en moet je kijken hoe je daaruit gaat komen. Hoe lang is dit geduurd, zeg maar, deze fase? Alles bij elkaar een jaar, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk, je staat met je rug tegen de muur, je kunt geen kant meer op. Financieel maximaal onder druk, beslagleggingen. Psychisch trekken ze behoorlijk alle registers open om het je heel lastig te maken. Dus privé sta je echt met je rug tegen de muur. Wat was je privé situatie toen? Ik bedoel, had je kinderen? Ik ben getrouwd, ik had twee kinderen, ja. Twee dochters. Ja. Ja, hoor. Hypotheekje op het huis? Ja, hypotheekje op het huis. Gelukkig stond die onder water, dus dat was dat viel niet veel mee. Ja, precies. Maar mijn hele vermogen verder, wat ik in die 20 jaar had opgebouwd, zakelijk als ook privé, was beslag opgelegd. Je kon ze gek niet bedenken of ze hadden het geparkeerd. En ik kon echt geen kant meer op. Dus dan kom je op een punt dat je denkt, ja, weet je, waar vecht je dan op dat moment voor? Hè? Wat is het waard? Ook omdat je natuurlijk privé daar een rekening voor betaalt. En toen heb ik uiteindelijk besloten om een bakzeil te halen, zou je kunnen zeggen, door te zeggen, oké, ik ga voor finale kwijting, we gaan de afspraak af. Ik laat eigenlijk al mijn vermogen los wat ik heb opgebouwd. En dat is één. Twee, je neemt de schulden mee die dan ontstaan zijn tot op dat moment. Dat realiseert men zich vaak ook nog niet. En ik vertrouw me op mijn ondernemerstalent dat ik het weer ga terugverdienen en ga oplossen in de tijd. Van nul af weer opnieuw. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk moeilijke beslissing. Maar goed, ik zag ook niet in hoe je, als je in zo'n situatie zit, wat ik me van tevoren absoluut niet had kunnen voorstellen, dat je op een andere manier eruit zou kunnen draaien. Zeg maar, dat is gewoon kansloos. Zijn er nog mensen in dat jaar of in die fase waar je niet in teleurgesteld bent geraakt, zeg maar? Of zeker. Zeg maar, ook contrair misschien wel? Welke mensen zijn belangrijk als je nu terugkijkt in die periode geweest? Nou, wat me echt gesterkt heeft, is dat er een aantal mensen zijn die ik zou zeggen, stille krachten zijn. Hè? Dus die steunen je, die zijn er gewoon zonder iets te vragen. Of iemand die aanbelt, een oud-compagnon van mij, aanbelt, binnenkomt. Ik zeg, wat kom je eigenlijk doen? Hij zegt, ja, kom je gewoon zijn. Ik ga hier zo zitten werken. En dan, weet je zo. En dat zijn wel, mooie dingen. Aan de andere kant merk je ook natuurlijk je omgeving er heel veel moeite mee heeft. Hè? Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja. Ja, je hele zakelijke netwerk valt voor een heel groot gedeelte natuurlijk acuut van je weg. Want er valt niks meer te halen. Ja, zo is het vaak natuurlijk wel. Dus dat is wel heel pijnlijk. Ja, dus je realiseert je dat vriendschap anders is dan zakelijke relaties. Tuurlijk. Ja. Ja, en je ziet ook dat er gieren zijn. Hè? Dus op het moment dat jij op je zwakst bent, dan komen ze nog erop en erover. Dus ik heb ook nog wel een crediteur meegemaakt die na het faillissement nog eventjes de verslagen van de curator erbij pakte. En dacht van, nou zit daar nog wat bij waar ik wat mee kan. En die kwam er nog eens eventjes overheen. Tot een hoger beroep in het ongelijk gesteld. Maar je krijgt het wel alsnog achter je aan. Ja, dat zijn dingen die bedenk je niet van tevoren, zeg maar. En toen? Ja, ik heb eigenlijk op dat moment, toen ik die besluit had genomen om die afwikkeling op die manier te doen, heb ik gezegd van oké, ik neem een baan aan bij een corporate. Ik ga op twee sporen zitten. Aan de ene kant ga ik daar mijn kennis en kunde te gelden maken. Want we spreken nu, wanneer was dit? Ja, even kijken, in de jaren 2013. Vanaf 2013. En aan de andere kant ga ik weer ondernemen. Ik ga dat hypothekenplatform wat ik had, ga ik nieuw leven inblazen. Dat was buiten het faillissement gebleven. Dat had ik moeten stilleggen eigenlijk. Dat alle gelden weggetrokken werden. Dus een goed lopend bedrijf moest ik gewoon ook stopzetten. Dat heb ik eigenlijk wel opgepakt. En dan ben ik met een flexibele schilder omheen weer opnieuw gaan opbouwen. Parallel naast mijn baan eigenlijk. En dat is weer gaan vliegen. Want vanaf 2014 trok die hypothecaire markt weer aan. Daar zat een database in van 400.000 consumenten. En die begonnen allemaal weer met hun hypotheek aan de slag te gaan. Mm. En daar heb ik eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in combinatie met mijn job, de schade weer hersteld. Zowel privé als zakelijk. Mm. Met als, zou ik zeggen, een soort van hoogtepunt. Vorig jaar heb ik het verkocht, begin van het jaar, aan een grote tussenpersoon in Nederland. Weer voor een paar ton of voor meer? Nee, voor een mooi bedrag. Ja? En daarmee was voor mij wel een beetje de cirkel rond. En voelde het ook wel als een soort van... rechtvaardigheid van oké, ik heb het weten te keren, ik mag even zo zeggen. Ja. En ondernemers reizen? Ja.
Wat is dat? Dat is eigenlijk een nieuwe onderneming van me. Dat doe ik nu 2 jaar. Het is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ik ook toen ik aan het ondernemen was, eigenlijk met compagnons 1 of 2 keer per jaar altijd even wegging van de zaak. Even afstand nemen, even reflecteren op waarom ondernemen we, wat willen we bereiken ermee. Echt eventjes stilstaan. En dat doen we eigenlijk nu met ondernemersreizen ook. Dus we nemen een groepje ondernemers mee. 6 man zeg maar eventjes zo. Gaan we naar La Palma-eiland, een van de Canarische eilanden. Huur en Finca en hebben een soort van, ik zeg gewoon Villa Velderhof voor ondernemers. Even bij elkaar, intervisie, ondernemersverhalen delen, lessons learned delen. Even in kaart brengen, waar sta ik nu, waar wil ik heen? Nou, daar hebben we wat werk voor me voor en een programma samengesteld. En daarna vliegen we allemaal weer uit. Leuk. Super gaaf om te doen. En daar hoor je ook hele mooie verhalen in die zin. Het is natuurlijk toch redelijke vertrouwelijkheid. Ja. En dan zie je wel dat ondernemers ook in die zin wel veel gemeen hebben. En wat dan zoal? Nou, daar gaat mijn boek natuurlijk ook deels over. Mm. Het is niet alleen maar succes en walhalla en gaaf en noem het op. Tuurlijk, dat is er ook. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant is dat het ook verdomde eenzaam kan zijn om soms ondernemer te zijn. Dat je je echte zorgen niet kunt delen. Niet met de thuisfront, niet met je compagnon, want die heeft een belang. Niet met je medewerkers, want die hebben een belang. Dus waar kan je dat dan eigenlijk wel? Niet met je thuisfront. Nou, ook thuis heeft natuurlijk een belang. Je moet thuis ook het verhaal houden. Waarom ben je weg? Waarom onderneem je? Vraagt vaak ook offers. Ja. En als je met ondernemers onder elkaar bent, hoef je dat allemaal niet meer uit te leggen. Nee, oké. Dan kun je dat in vertrouwen delen. Ja. Hey, en dan ben je daarnaast doe je nu digital change bij Achmea. En dan met name voor centraal beheer, toch? Ja, klopt. Bedrijf. Dus dan richt je echt op ondernemers. Ja, klopt. Dus hoe pas je al dit soort lessen en kennis dan toe in jouw... Ik bedoel, wat zijn de lessen voor de grote corporates van Nederland die digital change moeten toepassen en die ondernemers als doelgroep hebben? Precies. Nou ja, allereerst natuurlijk op die stoel van die ondernemer te gaan zitten. Ja, dat kunnen ze niet, want ze zijn een grote corporate. Daarom nemen ze mensen als mij aan. Ja. Die taal spreken van die MKB-ondernemer. Ja, maar dan krijg je toch nog steeds tenenkrommende campagnes voor je snuffert. Dat ik denk van echt zout een eind op. Die zullen de best zijn, maar er zijn ook andere campagnes. Nee, wat ik probeer... Nee, dat bedoel ik in het algemeen, hè? Niet zozeer van Centraal Beheer. Ja. In het algemeen denk ik van jongens. Echt. Ja. Ja, erg productgedreven. Ja. Ja, dus je moet terug naar de relatie, je moet terug naar het contact maken echt met die ondernemer. En echt met de ondernemer ook het gesprek aangaan over wat houdt jou nou bezig en waar kunnen wij jou bijstaan. En dan niet alleen maar aan de kansenkant, hè, want dat zie je heel veel natuurlijk. Hè. We helpen je groeien, het stikt van de groeiverhaal. Ja. Maar het gaat ook om die andere kant, en dan sluit het mooi aan ook bij het thema van net. Wat nou als het even tegen zit? Wat nou als je even veerkracht moet tonen? Of als je preventief zaken op orde moet brengen? En daar kan natuurlijk een verzekeraar van oorsprong, ook vanuit zijn DNA, heel goed bij staan. Want als dan zou je dat rijker kunnen brengen dan alleen maar we hebben een verzekering. Ja, precies. Ja. Exact. Dus, want het is juist een onderwerp waar je niet, zeker ondernemers, het niet veel over hebben als het goed gaat. Terwijl, nee, dan moet je klopt. Het er eigenlijk juist over hebben, toch? Ja, manage your downside. Hè. Dus ja. Zorg dat je je risico's in kaart brengt. Zorg dat je oog hebt voor dingen die ook mis kunnen gaan. Nou, kijk in mijn geval natuurlijk ook naar zaken. En daar kun je als verzekeraar een hele grote rol vervullen. En daar proberen we ook nu, dat is onderdeel van mijn activiteiten, een ondernemersprogramma te ontwikkelen met diensten waar je op dat vlak zeg maar volop aan de slag kan. En waar liggen de grenzen, vind jij? Want dat is een discussie die ik veel voer, beroepsgedeformeerd is dat ik ben hier als interviewer. Ja. Maar natuurlijk wat met CVD-TV ook proberen. Waar liggen de grenzen van een corporate? In de zin van, moet je echt zelf uitgever worden? Moet je zelf trainingsprogramma's gaan maken? Moet je, waar is de grens dat op een gegeven moment iemand in die board zegt... Hey, Ralf, allemaal prima, hè? Maar wij zijn gewoon, wij verkopen verzekeringen. Ja. Snap je, hoe ver moet je daarin gaan, vind jij? Nou, je kunt het vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ik denk, als je het vanuit businessmodel krijgt, dan moet je wel veranderen. Dus als jij blijft zitten op je polissen business, dan is het de einde oefening op termijn. Ja. Dus je zult naar diensten toe moeten. Dat is bij in dit geval Centraal Beheer ook het geval. En ik denk dat het dicht bij je DNA moet passen. Dus ga nou niet diensten doen die niet bij je passen. Nee. Ja, dus ik vind zelf, als je het hebt over solidariteit, over het DNA, dat je kijkt naar risico's van een onderneming of een ondernemer, vind ik dat wel passen bij een verzekeraar. Mm-hmm. En dan kun je daar hele mooie diensten rondomheen ontwikkelen. Ja. Als ik nu zie bijvoorbeeld op het cybergebied, om maar wat te noemen, dat is natuurlijk een heel groot thema. Ja, dat past natuurlijk ook wel echt bij een verzekeraar. En dan niet alleen maar die verzekering dat als er wat gebeurt, maar het hele dienstenpakket eromheen bijvoorbeeld. Ja. Hey, en waar sta je over een... Maak je plannen voor de toekomst? Ja, hoe werkt dat voor een ondernemer? Ja? Ja, natuurlijk. Ja, maar hoe ver denk jij dan vooruit? Niet te ver vooruit. Nee, een jaar of 3, zeg maar. Een jaar of 3 wel. Jawel, ja, okay. Zeker. Nou, ja. Dan pakken we het is 2021 of zo. Ja. Waar sta je dan? Wat doe je dan? Schets eens een beeld.
Nou, dan schets ik, dan ben ik bij Centraal Beheer bedrijven gewoon bezig om het ondernemersprogramma echt groot te maken. Op de thema's die we net bijvoorbeeld benoemen. Maar ik denk dat het gaat over, als je het hebt over training, coaching, begeleiding. Wat ik bij de ondernemersreizen doe, dat we dat ook bij Centraal Beheer kunnen faciliteren, zeg maar. Er zitten toch zo'n 100.000 klanten in, MKB-klanten. Dus daar ben ik mee bezig. En ik denk dat als je kijkt naar het ondernemerschap voor mij... ik heb nou een boek uitgegeven, maar een tweede boek zou ook niet gek zijn. Alleen dan juist in het spanningsveld van corporate, wat jij net eigenlijk ook al aan had. En de zelfstandig ondernemer. Dat schuurt natuurlijk heel erg. Ja. Maar dat maakt het ook wel heel erg interessant. Dus ik zie me ook wel een vervolg schrijven... waarbij ik die twee werelden eigenlijk een beetje bij elkaar gebreng. En hoe vaak sta je op het podium als spreker? Nog te weinig. Ja, maar in twee jaar, over 3 jaar. Over 3 jaar, ja. Ja, zeer regelmatig, dus elke week wel een keer. Ja. Doe je het al? Ja, zeker. Ja. Smaakt naar meer. Ja, absoluut. Ik vind het heel leuk om te doen. Dat is mij niet uit te leggen. Ja, dat is jouw vak natuurlijk. Ja. Dus ik vind het erg leuk om te doen. En vanuit als ondernemer deed ik het al wel, zeg maar. Ja. Maar dan stond je meer als de eigenaar van te kletsen. Ja. Nou ja, goed, nu kun je ook andere thema's aanpakken. En het verlengde van het boek is natuurlijk helemaal leuk. Ja. Ik sta aankomende woensdag bij de HAN bijvoorbeeld, Hogeschool Arnhem. Ja, leuk. Met 160 studenten over ondernemerschap. Ja, dat is publiek. Super gaaf. Ja. Dus ik hoop dat echt meer te gaan doen. Een hoop energie op. Leuk, genoeg dingen te doen. Dank je voor het delen van je verhaal. Mocht je het boek nog niet hebben gelezen, Langs de Afgrond van Ralf van Dam, ga het dan lezen. Volg ons op YouTube, abonneer je op ons YouTube-kanaal of volg ons via Spotify. Kun je lekker podcast luisteren, wanneer en waar je maar wil. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi.